Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal. We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus. Zo, aflevering nummer 3. Ja, meteen een bijzondere. Ja. Ja, we gaan op bezoek bij Ralf Seuntjes en bij Mats Seuntjes, de twee voetbalbroers. Ja, twee gasten. En Ralf natuurlijk midden in een hele pittige periode. Ja, want voor de mensen die het niet weten, hij voetbalde in Nederland. Maakte een mooie transfer naar een club in Japan. Nou, en nog geen 2 maanden later hoorde hij dat hij behoorlijk zware kanker heeft. Dus we zijn vooral benieuwd hoe het met hem gaat. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het is vooral een hele leuke gozer die opvalt met interviews. Ook zijn voetbalstijl, zijn bijnaam is de Son of God. Ja. Doe je sowieso wel iets goed. Het maakt niet uit ook wat hij zegt. Het is altijd gewoon goed. Ja, en we zijn blij dat zijn broer erbij is. Die is ook een markante persoon. Die speelt bij Fortuna. Ja. Hoe laat is het? Het is 5:00 middags op een maandag vandaag. Ja, het is qua timing. Een paar uur geleden werd bekend dat Sjors Solté, Zijn trainer niet meer bij Fortuna nu verder gaat. Die is na 3 wedstrijden ontslagen. Nou ja, dat is de gewoonste zaak van de wereld natuurlijk. Het is krankzinnig. Zo, op de velden van VV JK zijn we. RKVVV JK. RKVV, je moet het wel goed zeggen. Ja, Breda. De club van Sjoerd Mansou. Ja. Niet zozeer van Ralf en Mats. Nee, maar hè, Breda. Ja, dit is hun hometown. We zijn even om de hoek bij. Het is een mooi clubpie. Ja. Mooi clubpie, Sjoerd. Zeker. Moment van de week. Ja, Vree, we zijn nog even aan het wachten op Mats en Ralf. Die komen er zo aan, hier in de bus. De aflevering 3. Moeten we nog dingen verbeteren? Moeten er dingen anders? Nou, ik had vorige week al over jouw microfoon getik. Ja. Dat was al beter gegaan. Beter, hè? Ja, alleen je moet ook nu wel... Ik heb ons steun en toeverlaat voor de podcast Sjors. Mm-hmm. Heeft heel veel werk gehad aan elke keer jouw audio opkrikken. Dat jij je microfoon daar hebt en daar. En ik kom allemaal behalve bij je mond. Dus we hebben nu ook andere microfoonstatieven, ja. Maar we hebben er 3. We hebben 2 gasten. Dus ik heb me opgeofferd. Je hebt een midget statief, zoals het hoort. Mag je zeggen, hè, midget? Nee, sorry. Dit is niet... Knippen eruit zo. Knippen we eruit. Ja. Dat is goed. Verder nog reacties? Ja, ik heb best ik wel moet wat... vervangen worden door een analist. Dat zou ik ook Dat zou de komen. Beste combi zijn, Freesia en een inhoudelijk sterke analist. Ja. Ik kan het niet beloven. En mensen die ons gekeuvel in het begin heel leuk vinden, tot mensen die zeggen, dit zou ik niet doen, ik zou lekker voetbal inhoudelijk gaan praten. Nee, er zijn allemaal mensen die zeggen, op 16 minuten begint het leuke gedeelte. Maar er zijn ook mensen die dit wel leuk vinden. Ja, dus het is ook ons paradoxale bestaan, hè? Ja, ja. We doen ons best om het zo goed mogelijk te doen. En ik heb best wel veel reacties gehad op jouw onhandigheid. Ja. Dat mensen ook, voor sommige mensen is heel herkenbaar. Dat vind ik sowieso mooi. En heel veel mensen moesten erom lachen. En ook wel veel mensen die zeggen dat dus, het heeft met concentratie te maken. Dat jij dus niet op iets kleins wat jij moet doen, concentreer je niet. Kijk, dat is even buiten je telefoon die uit je zak valt. Mm-hmm. Dat daar gelaten, maar gewoon kleine dingen, daar concentreer jij je niet op. Nee, dat klopt denk ik wel. Ja, dat klopt? Ja, nee, ja, ik ben ook snel... verveeld of zo, en dan let ik gewoon niet meer op dingen. Dus ik heb niet een hele lange spanningsboog. Zeg maar. Nee, precies. Als jij je kopje koffie vast hebt, dan is het eigenlijk al gevaarlijk. Ja, het ging bijna mis, hè, toen we weggingen. Ja, gelukkig heb je een wit shirt aan. Ja, maar ik herstelde hem op tijd. Ja, ik vind het jammer. Oké, goed. Niet te lang dit. Nee, dat stond ook in de comments. Dat stond in de comments. Wat is je opgevallen deze week? Ja, eigenlijk wel meerdere dingen. Dus ik dacht, wat ga ik nou kiezen? Maar ik heb uiteindelijk gekozen omdat ik mocht toetreden tot een illuster gezelschap. Een groepsapp. Want jij doet al heel lang met een groep Scorito. Zeker. Zo, het is No Spon trouwens. En ik hoor altijd dingen van jullie voorbij komen. En soms wordt het door een vriend van ons gepolst. Of ik denk dat die of die zou gaan spelen. Nou, dat merkte ik dan afgelopen seizoen was dat best wel vaak. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dan kan ik deze onzin net zo goed zelf ook gaan doen. Dus ik ben dat gaan doen. Ik mocht bij die groepsapp. En ik stapte in, toen was ik, we zijn met 16, 17? 14 of 13 geloof ik, zoiets. Ja. Nee, 16 joh. Oh. Je moet beter kijken. Oh, jij kijkt alleen naar de top 10 of top 3 natuurlijk. Ja, ik kijk alleen naar waar ik zelf sta. Ja, we zijn met 16 geloof ik. En ik kwam in die groep en toen stond ik dus 11. Toen dacht ik, nou, dit is echt, dit is helemaal niet lekker. Je moet dus een team kiezen voor de mensen die het niet weten. En dan krijg je punten per speelronde. Het is ook leuker om dan naar wedstrijden te kijken. Mm-hmm. Moet je wel opletten dat je op de perstribune niet enorm aan het juichen bent voor een speler of zo. Dat is een beetje gek. Professioneel. Ja. En toen kwam ik dus in die groep, stond ik eerst 11e.
Maar ik sta nu vijfde of vierde. Dus daar kan ik wel mee leven. En ik had als persoonlijk doel uitgesproken dat ik dus boven jou wilde eindigen. Maar jij staat nu één. Wie staat de eerste? Ja, oh. Jij dus. Oké. Okay, ja. Jij dacht dat ik dit niet zelf ging zeggen ook. Nee. Ja, jij staat de eerste. Ja. Maar we zijn pas net begonnen. Ja, maar... En deze speelronde miste 3 wedstrijden. Hey, en jij had, goed gedaan. Je had Van Hooijdonk. Ik had Sidney Van Hooijdonk, ja. En stond hij in de basis of op de bank? Geen commentaar. Die moet je wel in de basis zetten. Ja, I know, ja. Maar ja. Goed, dit wordt leuk, want we gaan de kijkers af en toe bijhouden. Of de luisteraars, wie er... Ik denk dat dit met name voorbij komt als ik boven jou sta. Ja. En voor de rest doen we gewoon alsof het niet gebeurt. Precies. Toch? Ja, ja. Nou goed. Ik denk niet dat je veel kans maakt, maar dat gaan we zien. En jouw week? Ik heb me natuurlijk geërgerd aan dat protest tegen dat asielzoekerscentrum. Ik snap best dat mensen daarvan in de war raken. Maar goed, de manier waarop dat ging met af en toe tamelijk racistische uitingen. Die stoorde me nogal. Ik heb politicologie gestudeerd, dus ik heb een... maar dit is sowieso iets menselijks en iets met mensenrechten waar je... of gewoon iets met, ja... ik denk dat iedereen menselijke zich waarden. Daar heeft iedereen zich aan gestoord, dus dat is niet zozeer bijzonder. Maar wat ik wilde zeggen, ik heb politicologie gestudeerd. Ik heb een voorliefde voor politieke reconstructies. Zeg maar, dan is er een weekend met overleg in het Catshuis of in Den Haag. Bij het Binnenhof. En dan is er 2 dagen later heeft een journalist al een volledig verslag van het hele, die hele bijeenkomst. En ook dit weekend was het weer raak. Jan Hoedeman van het AD, die is daar sowieso heel goed in. Ja, die had gewoon een uitgebreide reconstructie van het overleg van het kabinet na de uitspraak van Wopke Hoekstra over stikstof. Maar er wordt daar ook, in tegenstelling tot de voetbalwereld, nooit gelekt. Nee, er wordt daar nooit gelekt. Nooit gelekt. Nee, wat dat betreft is het past ADO Den Haag goed in de stad waar ze spelen. maar dan vind ik het schitterend dat er gewoon quotes van Sigrid Kaag zijn. Het vertrouwen is weg. En dat er een grafstemming heerst in die treffenzaal. En dat vind ik dan echt schitterend dat er al 2 dagen later zo'n uitgebreide reconstructie in de krant stond. Mijn eerste keer dat ik dat las was dat Maxime Verhagen en Geert Wilders sigaretten aan het roken waren bij het Catshuis. Omdat ze in een kabinetscrisis zaten. Dat soort details, die vind ik ook altijd Maar weet je wat ik het grappig vind? Dat ik kan dan bijvoorbeeld over een politiek duider of zo denken. Ja, dan moet je helemaal daarin. En dan is dat het enige wat je doet. Lijkt me zo saai. Maar dan, dat is eigenlijk gewoon mijn baan. Maar dan met voetbal. Ja. En de parallellen zijn echt belachelijk. Ja, die zijn echt heel groot, ja. Maar had jij ook graag politiek duider willen zijn? Had misschien best leuk geleken, ja. Ja. Wie weet ooit nog een keer. Maar het is wel heel veel wachten ook. Ja. En ik vind de magie van een stadion met 50.000 mensen en die emotie die erbij hoort, dat is toch ook, heeft toch ook wel echt iets magisch. Ja, en als je politiek duider bent, dan moet je ook wel zo achter een politicus aanlopen en zo. Er zijn best wel veel dingen die je kan omstoten of aanstoten en zo. Nee, dus dat moeten we niet hebben. Dat is gevaarlijk. Nee. Je kan beter gewoon zitten of staan achter een desk. En ik heb nu een statief, dus dat is helemaal top. Ja. Oké, dit is een goede lengte, hè, van onze intro. Dit is perfect. Oké, nou dan is het tijd om onze gasten te gaan introduceren. Het wordt een bijzonder gesprek, denk ik. Ja. Ja, zeker. Memorabel op het veld, uitgesproken in interviews. Dat bevalt het publiek uit de moerasdraak. Fans van FC Den Bosch zagen in hun spits toen al de cult, die de rest van Nederland pas jaren later zal begrijpen. Wanneer de M-site spandoeken als Let the Sunshine en Son of God ophangt, is de eerste goddelijke bijnaam in het Nederlandse voetbal geboren. Als onderdeel van het gezin van 5 broers, waarvan 4 onderdeel van een tweeling, die dan wel op dezelfde dag geboren zijn, maar niet in hetzelfde jaar. Snapt u het nog? De Seuntjes zagen het levenslicht in de Bredase wijk Haagse Beemden. In de parel van het zuiden zouden ze allebei uitgroeien tot de mensen die ze nu zijn. Qua voetballers bewandelen ze andere paden, met daarbij het NAC-shirt als gemeenschappelijke deler. Maar ja, als er een club uit de derde divisie van Japan aan de lijn hangt, dan ga je. Sneller dan verwacht ging het vliegtuig alweer terug. De reden minder leuk. In mindere tijden sta je tussen het midden van je naaste het sterkst. En daarom terug naar de parel, terug naar Mats, terug naar de rest. Terug naar het Brabantse nuchterheid en gewoontjes. Weten daarom welkom in de bus, Ralf en Mats Seuntjes. Yes, hallo. Mooi gesproken. Ja, mooi stuk. Ja. Dat kan ze goed, hè? Ja, dat is heel goed. Ja. Muziekje erbij. Hè? Doet ze gewoon. Yes. Heren, welkom. Yes, leuk dat jullie er zijn. Mats, als je het goed vindt, begin ik met Ralf. Zeker weten. Want daar zijn we toch het meest benieuwd naar, Ralf. We kennen jullie als de Ravanelli van de Cool. Ja. De Son of God. Mooie grijze haren. Ja. Uitgesproken in interviews. Voor de podcastluisteraars, ja, de haren zijn helaas... zijn er even niet meer. Nee. Dat is hoe we je nu zien. De belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe gaat het met je? Ja, ik heb afgelopen vrijdag kuren 4 gehad. Dus ben op de helft. En na omstandigheden wel goed. Deze dagen zijn wat minder, zeg maar, qua lichaam. Ja. Dat je echt nog de kuren voelt, zeg maar. Chemokuur en immunotherapie heb ik dan.
En dat, ja, dat slaat er dan wel even in, maar dan heb je ja, veel medicatie gewoon die wel het gevoel zeg maar onderdrukken en die de dag door helpen. Dus ja, ja, dus dat is een beetje momenteel de status. Ja, het is nu eind augustus ongeveer. Je hoort het begin mei. Ja, ik hoor het 9 mei inderdaad. Het is een rollercoaster. Ja, het is bizar eigenlijk. Ja, want je gaat naar Japan, toch een beetje een droom nog die dan uitkomt. Eerst NAC, dan nog Japan. Niet verwacht en dan 4 mei speel je dan die wedstrijd. Dan krijg je 2 tikken op je schouderblad. Die winnen we dan met 1-0, scoorde ik nog. Gelukkig nog een goal. En ik bleef last houden van mijn schouderblad. Dus ik kwam terug en toen zei ze van... Ja, wat wil je? Ik zo, voor mij hoef ik geen scan. Ik zo scan gemaakt te worden. Ja, daar zijn ze gewoon echt van... Nee, wij gaan dan gewoon een scan maken. En toen ja, maakte ik 9 mei die scan. En ja, dan zit je te wachten. Ja, op een gegeven moment zag ik doktoren, weet je wel... Heen en weer lopen, ook van de kamer waar ik was geweest bij die dokter. En toen... zei ik tegen mijn tolk nog van zo, dat is geen best nieuws die persoon gaat krijgen. En toen werden we binnengeroepen, zeg maar. En dan sta je daar tegenover een groepje ja, artsen, zeg maar. En dan ja, wijst hij iets aan en dan begint die tolk zeg maar, naast mij te huilen. Zeg maar, dus ik kijk hem zo aan en ik denk, mijn eerste gevoel gaat gewoon van... Nee joh, mijn schouderblad ligt door midden of een pees is afgescheurd dat ik gewoon... Ik lig er een paar maanden uit. Ja, dat, zoiets dacht ik echt van misschien einde seizoen door een schouderbladblessure of zoiets dacht ik maar. En toen op een gegeven moment was hij terug en in mijn beleving echt 5 minuten geduurd. Ja, ik weet niet of het echt zo lang was, maar... En toen zei hij in één keer van, bro, you got cancer, man. En toen, ja... Ja, dan verlaat je het kamertje en dan, ja... Wees het even niet meer, zeg maar. Ga je voor het ziekenhuis, zat ik op een bankje in mijn eentje. Want ik was in mijn eentje, mijn gezin was nog in... familie was allemaal nog in Nederland. Die zouden later komen? Ja, die zouden zou een maand later komen, want... Met de coronarestricties was het nog even lastig. Moet je ook gaan denken van, je wilt je vrouw of familie vertellen en zo. Maar ja, het is daar, het tijdverschil is 7 uur, zeg maar. Dus ik hoorde het 6 uur 's avonds daar ongeveer. En dan is het hier 11 uur 's ochtends en dan wil je het eerst je vrouw vertellen gewoon. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Wat er ook gebeurt, weet je wel. Maar... En dan ja, moet je de hele dag wachten, zeg maar. Want ze was aan het werk, zeg maar, dus kon ik niet bellen. En mijn kids waren bij mijn moeder, zeg maar. Dus die wilde ik ook niet bellen, want dan is met de kids hoe zij reageert als de kids daar alleen zijn. Ja, dat kon ik ook niet inschatten. En toen uiteindelijk was het bij mij dan 3 uur 's nachts, zeg maar. En toen was het uiteindelijk 8 uur 's avonds hier in Nederland. En toen kon ik mijn vrouw bellen. En toen had ik mijn schoonvader al wel gebeld van met het nieuws, zodat ze daarbij konden zijn, niet dat ze daar alleen zit. Dus die waren daarin gegaan. En toen, toen vertelt gewoon van, schat, ze hebben een tumor gevonden bij me. Dus ik vlieg morgenavond terug naar Nederland. En hoe is die dag dan als je die... Dan ben je eigenlijk gewoon een hele dag in je eentje met dat nieuws. Ja. Hoe kom je die dag dan door? Ja, ik was gewoon met de tolk, zeg maar. En ik had een Australiër en een Braziliaan was ik wel goed mee. En dus daar hebben we gewoon een beetje de dag mee gegeten nog ergens. En bij mij thuis nog kaartspelletje gespeeld. Maar ja, hun moesten ook volgende dag trainen. Dus we gingen ook om 11 uur weg. En dan kwam de directeur kwam nog langs bij mij thuis. De fysio was nog langs geweest. De andere teamgenoten, zeg maar. Dus dat is wel echt heel, heel netjes gedaan, zeg maar, vanuit hun. En nog steeds goed contact met ze. Maar ja, dan, die dag is wel lastig inderdaad. Want ik had ook een paar keer gewoon over de app contact, weet je wel, met mijn vrouw. En dan ja, moet je toch wel een beetje die pijn verbijten om niks te zeggen nog. Terwijl je al weet dat het dramatisch is. Ja, ja. Wanneer heb je Mats gebeld? Na mijn vrouw. Dus ik belde mijn vrouw en toen belde ik daarna Mats. Ja, 8 uur 's avonds was het ongeveer, denk ik. Ja. Ja, mijn zoontje had een voetbalwedstrijd, dus daar was ik aan het kijken met mijn moeder, toevallig. Dus onze moeder natuurlijk. Sorry. Ja, dat zie je wel. Maar, maar Ralf had me al een bericht gestuurd van, ik bel je vanavond even, is wel belangrijk, zeg maar. Wedstrijd gekeken, mijn moeder naar huis, ik naar huis. Dus toen Ralf gebeld en ja, toen kreeg je dat te horen. Ja, je beseft het gewoon totaal niet. En toen moest hij ook nog iedereen al die anderen bellen natuurlijk. Dus ik hing al op. En ja, nog geen 2 minuten later belde mijn moeder. Ja. Yeah, dus ik wist al. Dus ja, huilend aan de telefoon. Dus ik zei, mama, ik doe die kinderen naar bed. En dan kom ik naar jou toe. Dus ik zie je zo wel. En ja, zo waren voor mij die momenten. Hoe is dat dan? Want ik bedoel, Japan is al ver. En zeker met zoiets, weet je, aan de telefoon. Ja. Je wil iemand vasthouden, je wil schelden. Je wil met spullen gooien, ik weet niet hoe dat werkt, maar als je aan de telefoon zo'n gesprek moet voeren, lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, is kut. Weten dat hij ook daar alleen zit, zeg maar. Ja, precies. En ik weet dat er al sterk is, dus dat is het probleem niet, maar
toch als je dan zo'n videocall hebt, zeg maar, met z'n tweetjes en hij vertelt dat nieuws en ja, je kan niks eigenlijk. En voor hem is het nog irritanter, want hij zit daar alleen. Het is ook, ja, kijk, iedereen heeft denk ik wel te maken met die klote ziekte. Ja, precies. Ja, met jouw vader gaat het op het moment. We hoorden in, wat was het, eind september ook, dat mijn vader kanker heeft. Mm-hmm. Ook niet echt te genezen. Dus ik weet ook hoe het is om chemo te hebben, ja. Maar dat zul je nooit vergeten, dat moment dat je het, hoort. Maar ja, jij hebt dan ook wel, bijvoorbeeld, dan kom je, weet veel, ben je bij hem in het ziekenhuis geweest of zo. En dan kom je daarna, dan spreek je een voetballer die dan, in een wedstrijd. En dan voelt het op dat moment natuurlijk ook zo, alsof dat het allerbelangrijkste is. Ja. En er hangen banen vanaf en zo. Maar het werkt zo relativerend. Maar als je er middenin zit, lijkt het me zo moeilijk. Ja, tuurlijk relativeert wel als je thuis bent vooral. Maar wat je zegt, op het veld, ja, het heeft voor mij wel afleiding ook. Alleen ja, die laatste minuten, zeg maar, kan ik me nog wel goed herinneren dat je dan echt denkt van, zo, ik zit hier voor dit te vechten, terwijl dat iemand anders een hele andere strijd heeft. Ja, dat was wel gek. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het op een bepaalde manier lekker is, om het even van je af te spelen. Ja, dat zeg ik. Het heeft wel een grote afleiding, ja. Tuurlijk, als klein jongetje was het al zo. Ja, als je boos was of huiswerk of noem lekker maar op. Hard tegen een bal. Ja, je pakt die bal en je gaat naar buiten en je voetbalt het van je af. Ja. En dat gebruik je nu nog steeds wel, ja. Ja, want het was een krakzinnige wedstrijd. Die wedstrijd was het in Nijmegen, NEC Fortuna. Ja. En Mats speelde zich met Fortuna veilig. Yes. Je ziet hem op het veld neerploffen, 100% denkend aan jou. Ja. Kon jij het al opbrengen om toen te kijken? Ja, ik heb gekeken, zeker. Ik was in Nederland al. Ik had, maar dat is hij bij uitstek, hoor. Ja? Hoe erg hij ook ergens in zit, maakt niet uit. Ik kan altijd op hem terugvallen. En hij weet dat ik daar altijd voor hem ben. Ja. Ook al heb ik dit, zeg maar, ik zal altijd sowieso klaarstaan. Dus dat is wel belangrijk voor mij. Maar het was vooral ook, zeg maar, die vrijdag had ik, zeg maar, ook in het ziekenhuis had ik PET-CT-scan. Dus dan kijken ze heel je lichaam na, zeg maar. En toen zou ik pas maandag of dinsdag die na zijn wedstrijd pas het nieuws krijgen, zeg maar. Van wat het was, zeg maar. Ja. Toen werd ik die middag al gebeld, zeg maar. Van, je moet nu naar het ziekenhuis komen, want het is best wel dringend, zeg maar. En toen kreeg ik te horen, zeg maar, van, de tumor, zeg maar, drukt echt op je halsslagader en op andere aders rondom je hart, zeg maar. Want hij zit hij zit hier in het mediastinum, zeg maar. Okay. Zeg maar. Hij zit helemaal niet bij mijn schouder, zeg maar. Dat is ergens ook in de media gekomen, geschreven door iemand. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar hij zit echt hierachter, zeg maar. Achter mijn medias, zeg maar, tussen de longen en bij het hartgedeelte. En ja, dus hij drukt daarop, zeg maar. Dus ik zat onder de bloedproppen, zeg maar. En dus super gevaarlijk. Ja, dus dat ik nog terug was gevlogen, zeg maar, van Japan, zeg maar, had erger kunnen aflopen, zeg maar. Maar dat is gelukkig. Ze hadden daar niet moeten ontdekken, anders had je niet kunnen vliegen, toch? Nee, dan had ik niet kunnen vliegen. Dan hadden ze me niet laten vliegen met dit, zeg maar. Nee, en als je daar behandeld moet worden en daar moet blijven. Ja, en ja, dat wil je dan helemaal niet, natuurlijk. Nee. Dus achteraf wel goed gelopen, voor mij. Gevoel inderdaad. Maar... Nou, en ja, eigenlijk mag je van geluk spreken dat je twee keer een tik op je schouder hebt gehad. Ja, daar eens, zat ik ook net aan te denken, joh. Ja, eens, ja. Van, ik heb ook gewoon echt geluk gehad, zeg maar, dat ik een tik had gehad, zeg maar. Ik heb ook hier aan eerst kom je bij de longarts, dan bij de longarts met oncologie achtergrond en nou uiteindelijk bij de hematoloog zit je dan. En dan zeggen ze ook van, ja, het is wel gewoon bizar, zeg maar, dat je er zo achter bent gekomen. Zonder dat je die klachten hebt, zeg maar, van, want hij is al heel groot, zeg maar, de tumor. Ja. Want dat was 8,5 centimeter en op sommige metingen 10 centimeter, zeg maar. Ja, dat is echt, dat is huge. Ja, dat is dus wel behoorlijk tumor inderdaad. Dus. En dan ja, ik heb een Hodgkin dan, zeg maar. En dan heb je dan 4 stadiums in, zeg maar. En dan eerst staat het, zeg maar, op de thymus, zeg maar. Thymuskanker, dat is echt een zeldzaam soort, ja, zeldzaam kankersoort, zeg maar. Daar gingen ze echt van uit, zeg maar. Dat stond ook op mijn dossier en zo. En uiteindelijk was dat echt... Nu ben ik gelukkig dat ik deze type heb, zeg maar. Want als je die type hebt, dan word je gewoon niet oud mee. Dus dat is ook wel weer, zeg maar, een soort van... Ja, geluk wil je het niet noemen, maar wel minder ernstig. Een beter perspectief. Beter, ja. Veel beter, dus. En toen kom je daar aan en dan heb je dan, zeg maar... Van die non-Hodgkin, dan spreken ze niet over uitzaaiing. Dan spreken ze echt over stadium, zeg maar. Of het links, rechts zit, boven, onder, in verschillende organen en weefsels. Of het doorgegroeid is. Dus wij dachten van, ja, dan... Stadium 1, 2, 3 en 4 hoorden we toen. Toen dachten we, oké, het zal stadium 2 zijn of zo, denk je, weet je wel. Want je had helemaal geen klacht of zo. Maar toen, dan zit je tegenover die hematoloog, zegt hij, ja, je zit al wel in stadium 4.
Dus ja, dat is dan ook kloten. Maar hij zei het wel tegelijkertijd van ja, stadium 4 slaat over het algemeen wel beter aan, zeg maar, bij de chemo en de immunotherapie, zeg maar. Dus dat is wel fijn. En nu heb ik een tussenevaluatie gehad, 5 weken terug. Om zoiets. Te kijken hoe alles aanslaat. Ja, hoe alles aanslaat. En van tevoren zei ze, na 2 kuren moet, zeg maar, de activiteit weg zijn in de tumor, zeg maar. Dus dan mogen we geen lichtpuntjes meer zien en dat soort dingen. En dan de tumor krimpt dan uiteindelijk wel, maar er blijft altijd wel weefsel zitten, zeg maar. Maar ja, toen was er nog wel een klein beetje activiteit te zien. Maar de hematoloog zei van wel van, ja, dit moet de komende kuren, zeg maar, moet dat wel weggaan, zeg maar. Maar dan, het was geen perfecte, maar wel een positieve uitslag. Dus ja. Dat was wel prettig, zeg maar, ook richting de kuren die nog gaan komen, zeg maar, tot november. Maar ja, 2022 is sowieso een rotjaar nu. Ja. Ik denk dat ik die uitslag gewoon in 2023 ga doen. Ja, een paar weken uitstellen. Ja. 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 Ja, ik vind het sowieso heel knap hoe je erover vertelt. Ja. En, hoe is het voor jou, Mats, deze hele situatie? Ja, ik weet niet eigenlijk. Voor mij is het ook moeilijk om een plek te geven of zo, maar ja, omdat het Ralf is, snap je? Voor mij is hij gewoon Ralf, mijn grote broer, waar je naar opkijkt en zo. Dus het is gewoon Ralf, dus ik weet van het komt goed. Dus ja. Het is niet dat ik stress ervan heb of zo. Ik vind het wel kut natuurlijk dat ik niet kan voetballen en dat soort dingen. Maar ja, ik weet niet. Wat ik ook al zei, ook al heb ik zelf problemen of wat dan ook, ik kan nog steeds bij hem terecht en zo. Ik voel me daar ook helemaal niet schuldig voor, want ik weet van, hij wil dat ook, dat ik dat altijd zou, hij zou dat altijd willen dat ik dat zou doen, zeg maar. Ja. Dus nee, ik ben gewoon mega trots en blij dat ik zo'n broer heb als Ralf. Ja, mooi. Wat ik merk met mijn vader is dat ik, dat ik sinds dat nieuw, dat je elk moment dat je misschien een keer met vrienden bier zou gaan drinken, of dat, nou, jij drinkt niet zoveel bier als ik eigenlijk, maar jij gaat een week veel padellen of zo. Dat ik dan denk, nee, ik rijd naar mijn vader, want ik wil gewoon even gezelligheid. Ja. Niet per se om over die ziekte te praten, maar gewoon leuke momenten beleven. Ja, en ook, ik ging dan naar Ralf toe en mijn vader kwam ook daar. Ja. Ja, emotioneel natuurlijk, maar ik zeg van, laat het. Het is Ralf, snap je? Van, ja. Hij heeft het wel. Dus ja. Komt want, goed. Want we kennen Ralf ook als degene die schitterende interviews geeft. Altijd het, het hart op de tong heeft. Ja. Met wie je ontzettend goed kan lachen. Ja, joh. En dat... En dat hij was, zo, is hij, wanneer, zo blijft hij natuurlijk ook. Ja, 2 weken geleden of zo was hij bij mij blijven slapen dan. En in Roermond bij mijn appartementje. En ook de trainingen gekeken. En dan ja, gelijk al in de auto van en dit en zus en zo over voetbal en wat er allemaal wel niet slecht ging en wat er allemaal wel niet goed ging. Dus nee. Zit dat er van jongs af aan in bij jullie gewoon dat je altijd wel gewoon teksten of gewoon... Ik zeg gewoon wat ik denk en Nou, ik, waarvoor zou ik moeten inhouden precies? Ik vind gewoon dat je soms dingen mag zeggen, zeg maar. Ik snap ook niet dat daar altijd heel moeilijk over gedaan moet worden, zeg maar. Vanuit binnen de club ook, maar vanuit andere media, zeg maar. Als je dan bij ESPN hebt, dan lees je daarna bijvoorbeeld, voetbalprimeur heeft er echt een handje van, zeg maar, om een kop helemaal te verdraaien. Terwijl het, als je dan het hele interview kijkt, zeg maar, dan valt het allemaal mee. Ja. Maar valt dat allemaal dus mee, zeg maar. Dan heb je een kop, zeg maar, van Seuntjes maakt teamgenoten met de grond gelijk, zeg maar. Ja, zeg maar, ja. Super irritant. En dan doen ze alleen die 15 seconden, zeg maar, toevoegen waar je dat hebt gezegd, maar heel die... Die 2 minuten, zeg maar. Gewoon de context ontbreekt volledig. Alles ontbreekt, zeg maar. En dan iedereen heeft daar, zeg maar, want het is allemaal kortzinnig. We willen allemaal tegenwoordig in een minuut willen wij het nieuws hebben. En niet geen tijd voor uittrekken. En dan krijg je allemaal meningen daarover. Ja, dat is soms wel problematisch. Maar heb je wel eens echt gehad dat iemand zei, joh, wat zeg jij? Ja, ik kijk, het ergste interview, zeg maar, wat ik zelf vind, zeg maar, was uit bij Jong AZ. En toen kwam ik in de bus, toen heb ik... Toen pakte ik de microfoon wel van, ik zo, boy, sorry, mijn interview was misschien te heftig. Ik had je het allemaal al gezien? Ja, ja. Maar toen ging ik daarna zitten achter in de bus, zat ik naast Leroy Owusu, zeg maar, zat achter mij. Zo, wat doe je, bro, zei hij. Ik zo, ja, zo misschien. Hij zei, je zegt toch gewoon normale dingen? Hij zei, je doet toch niks geks? Ik zei, ja, ik zo, maar een beetje, ik zo, voor het proces, zeg maar, is het niet handig. Ik zo, ben aanvoerder, ik zou toch wel beter moeten verwoorden. Hij zei, oké, maar zo, in mijn beleving zeg je niks geks. Hij zei, zo is het gewoon ook gelopen, zeg maar. Zeg maar, dus sommigen hebben er wel moeite mee en sommigen hebben er geen moeite mee, zeg maar. Dus ja, maar uiteindelijk moet je wel aan het proces denken, dat snap ik ook wel. Maar ja, heel veel lading moet je er ook niet aan geven. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd bij ons. En Mike Smeer had er ook helemaal geen probleem mee. Helemaal van, prima dus. Maar als jij zo'n interview ziet op de bank, ga je dan helemaal stuk? Of denk je van, oh, wat zeg je nou? Ja, maar soms,
zeg ook gewoon bewust expres iets gewoon wat je weet van dit raakt mensen wel of zo, snap je? En dan niet zo, want als je gewoon over voetbal praat, dan moet je wel inhoudelijk gewoon goed praten, zeg maar. Maar wij zijn er sowieso wel van als we discussiëren, zeg maar expres een beetje extra uitpakken. Maar nee, maar dan krijg je ook weer een belletje van Roy Kortsmit of weet ik van wie. Iets zegt. Hey, wat zegt hij nou? Hoe is het met de scene? Ja, dat, maar dat is toch mooi, joh. Heb je in Japan veel interviews gegeven eigenlijk? Nee. Twee maar dan kun je niet veel gek zeggen natuurlijk. Hier in Nederland, zeg maar, als je dan iemand een goal maakt, zeg maar, dan zie je op dat. Daar heb je ook Instagram en dan zie je hier van yes, 1-0, ik heb 3 punten geholpen voor het team. En ja, daar wordt een bericht, zeg maar, gewoon geformuleerd, zeg maar. Kazaki scoorde de 1-0 een keer voor ons. En die, ja, dus ik zat op zijn Instagram te kijken, die zette er gewoon iets van bedankt fans dat ik weer 76 minuten heb mogen spelen. Gelukkig heb ik een goal voor jullie weten te maken, maar ik ga deze week nog harder trainen, zodat ik volgende week 90 minuten kan spelen. Wat mooi. Zeg maar, zo zijn daar de teksten, zeg maar, ja, van spelers, zeg maar. Heel, heel dankbaar, zeg maar. En ja, niet helemaal niet egoïstisch en zo. Zeg maar dat dus, is ook meer de cultuur daar. Ja, dat is echt bizar, zeg maar, de cultuur, zeg maar. Dus ik las dat, ik stuurde naar een paar jongens in Nederland. Ik zo van, dat is wel heel anders, man, hier zo. Ik zo van die. Dus sindsdien heb ik ook wel, zeg maar, mijn Instagram tekst een beetje van post in Japan, zeg maar, aangepast, zeg maar. Ja. Van, ik vond het wel wat mooi. Bescheidener, zeg ja, maar. Ja, ik vond het wel mooi. Ze hadden gewonnen dit weekend. Ja, dus als ze winnen, doen ze elke keer, zeg maar, mijn naam roepen. Ja. En dan, ja. Mijn shirt hangt er in het dugout, inderdaad. En ik heb gewoon nog elke, ja, bijna zeker om de 2 dagen met die tolk sowieso contact, zeg maar. En met anderen soms via Skype-meeting, zeg maar. Dus dat ze zijn wel heel, heel zorgzaam, zeg maar, ook al zijn ze ver weg. Ja. Wel echt tekenend, zeg maar, hoe Japan als land is, zeg maar. Echt gewoon heel zorgzaam en behulpzaam als mensen, zeg maar. Want hoe moeten we dat niveau een beetje inschatten? Nou, ik denk dat wij met Imabari, zeg maar, als ik puur daarna kijk, naar ons team, zeg maar. Nee. Boven Fortuna. Nee. Maar ik zeg, dan zou ik wel zeggen dat wij maken kans op play-off plek in de KKD, zeg maar. Ja, ja. Zeg maar. Dat is gewoon dus niveau nak eigenlijk. Ja, een beetje nak. Ik denk als we 2... Dat is wel heel ruim gemeten, hoor. Play-off in de keukenkampioen. Ja, inderdaad. Dat is 50% van de competitie. De enige competitie ter wereld, die weet. Ja. Nee, eens. Maar ik bedoel een beetje niveau nak, zeg maar. Ik denk dat team, dat je dat, als we tegen elkaar zouden spelen, dat je wel een spannende tweeluik hebt, zeg maar. Het doet geen pijn dat je nu niet kan doen wat je het liefst doet? Nou, ja, dat soms wel, zeg maar. Kijk, ik heb soms wel eens van, kan ik ooit nog wel voetballen, zeg maar? Van op niveau bedoel ik dan, zeg maar. Ja. Want, ja, dat het een impact heeft. Bijvoorbeeld, zeg maar, ging vorige week padellen met vrienden, zeg maar. Ja, dat, normaal kon ik 5-6 padellen op rij, maar na die uren was ik gewoon echt, was ik echt kapot, zeg maar. En die avond kwam ik ook thuis, zeg maar. En toen had ik die avond, moest ik ook overgeven. Ik weet niet of het daarvan kwam, zeg maar. Ja. Dat ik toch wat te veel had gedaan, zeg maar. Had ik ook spierpijn en was gewoon moe. Het was gewoon op, zeg maar, mijn lichaam. Je kent je eigen lijf ook niet meer. Nee, je vertrouwt het daar ook niet meer in, zeg maar. En ja, en dan na zo'n chemokuur, zeg maar, nu, zeg maar, zit ik echt in dagen van, nou, daar ga ik niet meer redden, zeg maar, het voetbal, zeg maar. Dus mijn conditie is gewoon weg. En echt die topconditie krijgen, zeg maar, ja, rook 34 straks, zeg maar, zit je in dit proces, ja, dat is soms wel pijnlijk. En dan, zeg maar, na 2 weken, dan zit je wel weer beter in. En dan hoop je er wel weer op, zeg maar ja. Als je me nu zou vragen, zeg maar, ja, heb ik er wel een hard hoofd in. Dat doet wel pijn. Dus ja, ga je dan eigenlijk uit gewoon van, het gaat niet meer lukken. En dan, ja, alles wat nog weet je, in de buurt komt, is mooi meegenomen. Precies dat. Ja. Ja. Ik heb gewoon zelf voor mezelf een beetje afgesloten, zeg maar. Soms met stiekem hoop nog een beetje. Maar ik kan het beter afsluiten dan werken naar iets en dan nog een klap krijgen. Zeg ja, maar. Teleurstelling moet verwerken. Ja. Dus ja, dat is wel kut, maar. Hoe is het thuis? Het is natuurlijk super zwaar voor iedereen ook om je heen. En je hebt 2 kleine. Ja. En die oudste, die is wel oud genoeg om te zien ook dat je geen haar meer hebt. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is wel een proces. Hebben we wel echt goed ingevuld, zeg maar. Het ziekenhuis, moet ik echt zeggen, ook mijn hematoloog, zeg maar. Dus, en die assistenten, echt respect hoe hun alles begeleiden. Ik kan ze 24/7 bellen. En dan, ja, met mijn zoon had ik dan. Die is 4. Die is 4 jaar, Nolan. En had ik het idee naar de kapper te gaan. En dan dat hij mij kaal scheerde, zeg maar. Weet je wel, van het ging uitvallen. Zeker de chemo die ik had, zeg maar. Dan was het gewoon 100% zeker dat de haar ging uitvallen. Dus dat vroeg ik nooit. Dus hij heeft mijn soort van kaal. Dus hij heeft de illusie, zeg maar, dat hij mij kaal heeft gemaakt. Dus dat is wel een leuke invulling voor hem. Maar bijvoorbeeld na de chemo mag je dan 7 dagen niet op, moet ik op een apart toilet zitten, zeg maar.
En daar hebben we boekjes gekregen, zeg maar, van de goede cellen, kwade cellen. En hij weet nu wel, zeg maar, dat ik kwade celletjes heb, dat ik op een andere wc moet toiletteren en hij beneden, ik boven dan. Dus ja, daar, in dat proces neem je hem dan een beetje mee. Maar hij is ook kind, zeg maar. En dan probeer mijn vrouw vooral, doet echt leuke dingen met ze. En die staat er wel goed in. Heeft ook echt heel down gezeten trouwens. Maar sinds dat uitslag, zeg maar, dat het wel de positieve kant op gaat, zeg maar, is ze er wel weer bij. Ja, het is ook super maar, kort geleden. Ja, maar voor haar was het ook echt niet leuk, zeg maar. En die kleine van 1 jaar, die leeft gewoon een beetje de leven. Ik moet zeggen, eerst een paar keer dat ik in de spiegel keek, weet je wel, dacht ik van wel van... Had ik soms een momentje van, klinkt gek, van hé, wie is die gast, zeg maar. Dat ik mezelf niet herkende, zeg maar. Dat was wel kloten, weet je wel. Omdat je ook wel gewoon normaal wel haar had en vooral een volle baard had, zeg maar. En dat is gewoon weg. En dan... Maar je weet ook uiteindelijk waarvoor je het doet. En dat je moet gewoon elke keer dat einddoel, zeg maar, in zicht houden. Dat is... denk het belangrijkste voor mij momenteel. Mats, ik denk dat heel veel families in Nederland dit meemaken. Dus het is, wat ik heel erg merk is dat je heel erg naar elkaar toegroeit als familie. Ja. En elkaar echt je band nog sterker wordt, zeg maar. Ja, maar ja, het is wel zo. Maar het is ook... althans, ik wil er niet te zwaar aan tillen. Nee. Snap je? En je moet inderdaad ook gewoon blijven lachen. Ja. Dat is ook zo belangrijk. Ja, dus hoe erg het ook is. En het zou misschien voor heel veel mensen raar overkomen nu. Maar ja, zo sta ik er denk ik in. Ralf en ik kennen elkaar goed genoeg, dus die weten wat het is ons, dat is gewoon goed. Maar... Ja, sowieso. Ja. En Ralf is toch op zijn leukst als hij over over slechte opbouw of een klote systeem praat. Dat is op zijn best. Het eigenlijk belangrijkste is om gewoon veel te blijven lachen. Ja, daar ben ik het mee eens. En, of niet het belangrijkste, maar dat is niet veel belangrijk. Het lukt niet altijd natuurlijk. Nee. En is ook helemaal niet erg. Als je niet gaat lachen, of niet meer kunt blijven lachen, zeg maar, dan wordt het heel zwaar. Ja. En sommige mensen weten het misschien wel, maar veel luisteraars denk ik ook niet. Het is een krankzinnige situatie. Jullie waren met 5 kinderen vroeger, waarvan 2 tweelingen. Nog steeds overigens zijn met 5. Jullie zijn nog steeds met 5. 2 tweelingen. Yes. Jullie zijn allebei onderdeel van een tweeling. Ja. Allemaal 17 april. Alle tweelingen zijn op 17. 1989 en 92. Ja, krankzinnig. Ja, is bizar inderdaad. Maar... Die arme moeder van jullie, die had er dus 3. Die dacht, nog eentje erbij. Ja, maar zo is het ook echt gegaan eigenlijk. Ja. Want ze heeft een miskraam gehad toen nog. Oh, joh. Ja. Dus dan was ik er niet geweest eigenlijk. Nee. Ja, man. Dus ze wouden 4 kinderen inderdaad. Toen een miskraam gehad en toch nog een keertje proberen. En toen kwam ik eruit rollen met mijn broertje. Ja, gelukkig. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Hoe is die verhouding tussen de tweelingen? Want het is natuurlijk een bijzondere band sowieso, tweelingen. Zeker als je er 2 hebt. Ja, ik moet zeggen, zeg maar, van... Als je aan ons gezin zou vragen, en ik denk dat Mats het beaamt, zeg maar... Wie de tweelingen zou zijn, dan zou ze zeggen Mats en ik, zeg maar, qua band, zeg maar. Qua hoe we met elkaar omgaan en zo. En die andere 2, zeg maar. Zo zou je het indelen. Ja, ja. Maar de band, zeg maar, is altijd wel gewoon, zeg maar, nu hersteld, zeg maar. Er zijn ook problematieken geweest, zeg maar, in het gezinssituatie. Daar kent iedereen wel. Maar Mats en ik zijn daar altijd wel stabiel in gebleven, zeg maar, bij elkaar. Ja, onze karakters komen ook wel overeen, zeg maar. En ook gewoon voetbal. En bij die andere was het tijdens de puberteit, zeg maar, toch wat meer uitgaan. En andere afleidingen, zeg maar. En wij hadden altijd wel dezelfde interesses en zo. Dus ja, dan ben je ook... Groei je ook wat dichter naar elkaar toe, zeg maar. En natuurlijk, hij was met zijn tweelingbroer natuurlijk. Je speelt continu met elkaar en ik met mijn tweelingbroertje. En dat elke dag bon je, maar je wilt elkaar ook elke dag weer zien. 5 en zo. Jongens ook echt. Ja. Is dit nog steeds je kleine broertje? Sowieso. Ja. Jawel, ja. Hij is gewoon mijn broer, sowieso. Mijn broertje, kleine. Kleine is een beetje eraf. Ja. Hij is goed volwassen geworden, dus... ik ben wel trots op hem. Ik hoor ook veel van Kees onder andere. Die kent jij natuurlijk best Welke goed. Kees? Sorry, Kees Kwakman moet het goed duiden. Oh, dat is, En ook van andere spelers. Die Seuntjes, die is zo verschrikkelijk goed. Ja. Maar het komt er, het komt er op een bepaalde manier uit. Want er speelt in de Eredivisie. We hebben het vaak genoeg ook echt wel gezien met maar Ralf, een doelpunt. Is het nou echt zo dat hij eigenlijk gewoon onder zijn niveau speelt? Ja. Hij is ook zo snel aan de bal. Ja, hij is echt goed, man. Hij is echt goed. Kijk, ik spreek ook veel mensen die met hem gespeeld hebben. Die zeggen van, het is echt niet normaal van wat hij laat zien en wat hij doet en hoe goed hij is. En ik heb natuurlijk ook zelf tegen hem gespeeld, zeg maar. Hij heeft onderlinge partijen nog nooit gewonnen, dus dat is wel lekker.
Hoezo niet? Gewoon, ik bedoel niet AZ zo, maar ik bedoel gewoon jij en Stijn tegen toen met vrienden en zo. Toen we nog klein waren. Kijk, die onderlinge partijen. Als je met AZ tegen VV speelt, moet je wel winnen natuurlijk. Ja, ben je ook afhankelijk van je team natuurlijk. Ja, nee, maar onderling zeg maar, dan sta ik nog wel in de winst, maar... Ralf, is je leven nou heel erg veranderd? Tuurlijk is het heel erg veranderd, maar voelt dat ook zo? Wat dat betreft kijk ik wel echt positief, zeg maar, gewoon richting het leven, zeg maar. En als ik dan die kleintjes zie lachen, of ik ben bij Mats geweest, zeg maar, dan 2 dagen in Roermond. Of ik ga met vrienden iets doen, of met mijn vrouw bijvoorbeeld naar een theater. Dan, dat probeer ik allemaal te doen en daar kijk ik nog gewoon nog positief naartoe, weet je wel. En de eerste 8 tot 10 weken, zeg maar, was dat echt anders dan nu, zeg maar. Sinds die tussenevaluatie die wel gewoon positief was, zeg maar, die... Ja. Heeft wel het perspectief daarin wel echt veel veranderd, zeg maar, voor mij. Zeg maar. Daarvoor was ik echt ook wel best wel down. Ja. Want je hebt een maand geleden op je Instagram een foto gepost van een bruiloft van vrienden. Ja, dat was het eerste kale moment inderdaad. Eerste foto waarop het ook echt te zien is. Ja. Vond je dat lastig? Ja, dat was wel lastig inderdaad. Maar ja, hij ging trouwen en ik ging naar Japan. Dus ik was eerst een getuige, zeg maar. Dat ging dan niet en toen kwam ik terug en toen zei hij, ja, wil je mijn getuige nog zijn? Ik zei, tuurlijk ben ik een getuige van, dat wil ik graag voor je doen. En dan, ja, dacht ik ook van, ja, ik ben kaal geworden, weet je wel. Ik hoop ook gewoon binnenkort even naar een wedstrijdje te kijken in het stadion of zo, weet je wel. Dus, even naar NAC. Ja, naar NAC of iets, of even naar Fortuna, weet je wel. En dan word je ook misschien wel erkend of gooien ze misschien snel op beeld, weet je wel. En dan ben je ook kaal. Misschien herkennen ze je dan niet. Dat heb ik ook ervaren, maar daar kom ik zo wel even op terug. Toen had ik met mijn vrouw erover gehad van, gewoon 4 mooie foto's kun je dan zelf nog kiezen dat je kaal bent. En dan deel je het en dan kreeg je ook wel echt veel reacties, zeg maar, via Instagram. Ook van vrienden die dan appten en belden, zeg maar, die dan niet op de bruiloft waren van, hoe gaat het? Komt wel confronterend over dit, zeg maar. En ja, maar voor mezelf is het moment. Ja, ik kies zelf het moment en dat is voor mij gewoon echt waardevol, zeg maar. Gewoon dat je het zelf een beetje kan regisseren, dat is... Iets wat ik als achteraf nog steeds als prettig ervaar, zeg maar. Ja, dat is ook de enige controle die je hebt, weet je. Ja. Dus dan is dat precies. Ook wel prettig. Ja. Maar wie herkende jou niet dan? Nou, ik was bij NAC gaan kijken op de training. En toen stond ik gewoon langs het veld. En toen Odi, zeg maar, Danny Bakker en zo, die liepen gewoon langs me, weet je wel. Die herkenden me gewoon echt niet. Ja, ik zie het ook al bij het stadion toen. Roel en Paul. We zijn nog tegen mij. Roel is echt zo van... Ja, Roel en Paul? Roel Jansen. Ja. Oh, echt? Hij zei, fuck man. Ik zie daar een Ralf was daar, maar ik keek gewoon op en ik zei gewoon van iemand zit gewoon op de tribune gewoon hé. Dus ik kijk nog een keer en zei, oh, het is Ralf. Ja. En ik dacht echt zo van, kut man, shit, wat heb ik gedaan? Over ploeggenoten gesproken, we hebben nog een aantal bereid gevonden. Ja? Die een boodschap voor jou hebben. Nou ja, ik hoef ze niet te introduceren, je kent ze vast wel. Zelf wel. Kon er een hele lange compilatie van maken. Ja, okay. We hebben een paar deeltjes gekozen, maar we sturen het ook graag naar je op. Ja, doe graag. Komt-ie. Hoe, Mattie, hoe is het nou, vriend? Seun Lange. Seun, vriend, oomen, strijder. Yo, Seun, ik al. Ralf, maatje. Matjes, Schalke hier, vanuit Tokio. Ralf, jongen, jammer dat we hier niet samen kunnen zitten en nu lekker pilsje kunnen drinken. Maar die jij voorlopig hier laat staan, die maken wij wel op je. Beseffen we nu ineens dat we elkaar alweer een tijdje niet gezien hebben? Kan niet. Dat kan echt niet. We zitten in die groepsapp met elkaar, met al die boys te klagen op Jan en Alleman. Zoals alleen wij dat kunnen. Maar een keer afspreken om elkaar te zien, oma. Echt ongekend. Moet je zeggen, je wordt aardig gemist op de club natuurlijk. In het veld lijkt me vrij duidelijk, maar stiekem toch vooral buiten het veld wordt in ieder geval een stuk minder gelachen. Ik weet dat jij een ongelofelijke strijder bent in het veld, maar ook zeker daarbuiten. Dus jij gaat deze strijd overwinnen en hopelijk zien we je dan weer snel terug op het veld. En zo niet, kan je waarschijnlijk ook wel een andere functie in het voetbal bekleden. Want als je al aan de manier hoe iemand naar beneden loopt vanaf de trap van de koel kan zien of diegene kan voetballen, ja of nee, dan moet dat vast goed komen als TD of als scout. Natuurlijk nog steeds veel sterkte en succes met het verdere herstel. Ja, het gaat goed komen, vriend. Ik weet zeker dat je deze strijd gaat winnen en nogmaals heel veel beterschap en succes met je verdere herstel, vriend. Ik zie je snel. Heel veel liefde en beterschap voor jou en je gezin. En we zien elkaar snel. Groetjes, Jona. Maak geen zorgen, maatje. Houd je daar sterkte. Groetjes vanuit hier en we zien elkaar.
Dit is weg welke ik wil sterkte, succes Rutte. En kracht wensen, uiteraard de strijd die je momenteel aangaat. We missen je man bij NAC en binnenkort gaan we weer snel naar Mr. Moos even wat koetjesrepen ophalen. Ik zie je vriend. Top gozer, je wordt gemist. Ik wacht wel eigenlijk nog steeds op mijn pannenkoeken, dus daar gaan we binnenkort even voor zitten. Dus omdat we nog heel vaak met z'n allen, met Amateur FC, Pilaten, bij Mr. Moos mogen zitten en een satéetje kunnen bestellen. En jij natuurlijk weer met wit brood, want je lust helemaal niks. Je bent gewoon een baby eigenlijk, maar goed. En dat we op het einde, wanneer de rekening komt, heel de toko weer kunnen plunderen van alle koeripjes die ze nog hebben. Dus amigo, ik spreek je snel weer en hopelijk zie ik je snel weer. En op nog vele mooie herinneringen. Love. Ja, schitterend man. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, ja, kennis allemaal, hè? Ja, kennis allemaal. Ja. Gewoon waardevol, weet je. En, ja. Ja, want voor de luisteraars waren Moreno, Rutte, Randy Wolters, Caidero, Opoku, Bilate. Ja. Schalk hoorde ik nog. Wolters. Heb en Wolters. Ja. Mooie mensen. Schitterend, ja. Mooi, ja. Prachtig, ja. Bedankt, ja. Mannen. Heel veel liefde van mij. Ja. Ja. Willen jullie nog iets kwijt, jongens? Nee, ja. Ik wil jullie bedanken. Ik vond het echt een fijn gesprek. Bedankt dat ik zo... ik hoop dat ik het duidelijk heb... mijn verhaal heb kunnen doen. Ja, en bedankt voor de ruimte daarvoor, voor de goede duidelijke vragen daarin. En ja, ik heb het als prettig ervaren en ook dat Mats erbij is, vond ik erg fijn. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Ik hoop dat die volgende uitslag net zo positief is als die eerdere die je hebt gehad. Ja, dat gaan we doen. Thanks. Dank u. Bedankt.